u mag kritisch zijn. Ja. Dit was mijn allereerste interview ooit. Hoe vond u het gaan? Nou, laat het daarbij. Ja, ja toch mensen. Jopie van de Stuyvesantplein loopt nou de studio's van Fox in. Lachen man. Maar ik zeg het jullie heel eerlijk. Ik ben een partij zenuwachtig. Kees Boy Jansma. Ja, Haagse icoon. Dat gaat wat te ver. Ik ben een Haagse icoon. Kees Jansma komt uit Voorburg. Forum Hadriani. Wat heette dat vroeger? In de Romeinse tijd. Dat is een zeer interessante geschiedenis hoor. Ja, weet je, ik dacht dus dat was hartstikke leuk. Weet je, tv maken, energiek. Maar het is gewoon vooral wachten, zitten, koffie drinken. Kees, die komt er zo aan. We moeten even wachten op Kees. Ja, prima man. Ik heb het naar mijn zin. En nou meneer Jansma, laat ik gelijk duidelijk maken. Ik ben totaal geen journalist. Ik ben een ADO Den Haag supporter. Net als u. Als u aan ADO Den Haag denkt, wat voelt u dan? Dan voel ik bus 25 vanuit Voorburg naar het Zuiderpark. Met op zak 1 gulden 25 van mijn vader. Waarvoor ik dus de bus moest betalen. En de warme worst en de sportgist. En mijn plekje op de staantribune Langezij. Dat voel ik. Over de selectie van ADO Den Haag. Kanon is erbij gekomen. Ja. Maar hoe ziet u de selectie? En wat verwacht u van dit seizoen? Ik verwacht dat ADO rondom de 12e plaats zal eindigen. Ja. We hebben nu 2 wedstrijden gehad. Utrecht, dat is gewoon een hartstikke goed elftal. AZ uit was een beetje dramatisch. Ook daar weer veel kansen en geen goals. Ik wil even door naar het Nederlands elftal. Ja. 31 augustus tegen Frankrijk. Ja. Ik ga er zelf heen in het supportersvak. Uw vriend Dick Advocaat aan het roer ook. Heb je een beetje ook vertrouwen in Dick? Ik heb een dikke volste vertrouwen. Ja. Maar ik zeg er meteen bij dat als het Franse elftal op oorlogsterkte is, die kunnen gewoon 4 keer het Nederlands elftal aan. Ja. Kees, ja. U mag kritisch zijn. Ja. Dit was mijn allereerste interview ooit. Hoe vond u het gaan? Nou, laat het daarbij. Ja, ik ben niet knap, maar wel 1 brok charisma. Ja, nee, maar dat herken ik. Ja, dat herken ik.